Ik ben Aafke Melgers, communicatieadviseur bij InRetail. Deze zomer geven we onze leden 8 weken lang een flinke dosis inspiratie, kennis en positiviteit om de tweede helft van 2020 flink te knallen. Dat doen we in onze Summer School, vol inspiratie. Elke week staat er een thema centraal waar we ondernemers voor spreken die al goed bezig zijn op dat thema. In week 1 is het thema: hoe verander jij als retailer mee in deze nieuwe wereld? Ik sprak Patrick Koppelmans, eigenaar van tuincentrum Koppelmans in Nuenen, over hoe hij de consument ziet veranderen en hoe hij daarop inspeelt. Ik wens je heel veel plezier met luisteren. Nou, allereerst dank dat ik hier mag zijn en dat je tijd voor me hebt willen maken. Misschien is het handig dat je eventjes voorstelt voor de mensen die jou niet kennen. Hoi, ik ben Patrick Koppelmans. Ik heb een tuincentrum in Nuenen. En binnen onze familie hebben we 8 Koppelmans tuincentra. We werken intensief samen. Met onze familie werken we ook intensief samen met de Boschrand Tuincentra en Tuinwereld. En dat doen we in de organisatie BTC Retail. Te gek. Nu is het thema in week 1, en dat is waarom ik hier ben, is: hoe verander jij als retailer mee in deze nieuwe wereld? En dat heeft natuurlijk verschillende invalshoeken. En waar ik jouw verhaal graag over wil horen is: oké, hoe ga je nu anders om, bijvoorbeeld met je inkoop? Maak je andere keuzes? Zie je ook dat consumenten anders kopen en consumeren? Laten we beginnen bij de consument. Dat is misschien de makkelijke om erin te komen. Zie jij verschillen in 5 jaar geleden bijvoorbeeld en nu, of misschien wel 2 jaar geleden en nu, hoe de consument koopt en hoe ze consumeren? Ik vind dat het eigenlijk wel meevalt. Sowieso hebben we het geluk dat wij open mochten blijven binnen ons branche. Gewoon binnen de retail. En in het begin was het even rustiger. Daarna wisten we niet wat we meemaakten. En we hadden allemaal het gevoel dat het vooral het groen was. Maar als je naar de statistieken kijkt, zie je dat ook interieur en eigenlijk alles. De hele assortiment loopt beter. Ja. Dus het is niet zozeer dat men bezig is met de tuin. Maar gewoon bezig is met thuis, met gezellig maken. Dus eigenlijk nagenoeg het hele assortiment. En wat we wel zien is de afgelopen 5 jaar is de levende tuin. De thema's als groente kweken en zelfvoorzienend zijn is al een opkomende trend. Mm-hmm. En die is in stroomversnelling gekomen. Voor de rest vind ik er eigenlijk weinig verschil. En ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, tenminste als we dat zien we best wel een beetje een trend, hè, dat de tegels eruit gaan en groen erin. Dat een trend is waar jullie natuurlijk op inspelen. Dat lijkt me logisch. Maar zie je bijvoorbeeld ook dat mensen echt andere, dat je nu bijvoorbeeld heel andere dingen verkoopt of dat er veel meer vraag is naar andere items, of valt dat mee? Nee. Nee, we merken wel dat men makkelijker geld uitgeeft in de tuin. Dat men meer waarde hecht aan de tuin. Dat men grotere producten koopt. In plaats van dat ze vroeger het geduld, of vroeger voor de corona, nog wel enigszins het geduld hadden dat een kleine azalea na 3 jaar misschien het gewenst formaat heeft. Koopt men nu meteen de grote. Dus men geeft echt wel makkelijker geld uit. En dat is echt een verschil als we het dan hebben over voor corona en na corona, is dat het verschil wat je nu sneller ziet? Ja. En ja, op zich is dat ook wel een trend die wij zien. Bijvoorbeeld in de woonbranche is er zoiets als verthuizen in plaats van verhuizen. Dat zal voor de tuinbranche echt niet anders zijn. Dat mensen inderdaad dus weer gewoon meer geld uit gaan geven aan hun huis. Omdat het huis... Nu ineens veel meer rollen vervult dan alleen maar je huis. Het is ook je terras, het is ook je sportschool, het is ook de kinderopvang, het is kantoor. Ja. Nou, noem het allemaal maar op. Ik kan me zo ook voorstellen dat jullie daar bijvoorbeeld op in? Op dat soort trends, bijvoorbeeld in je winkelinrichting? Kijk, op het moment dat iets goed verkoopt, en zeker met planten, dat is een snelle handel, dus dan kun je daar redelijk snel op inschakelen. Wat heel typisch is bijvoorbeeld de kamerplanten. Wij verkopen op het moment echt veel meer kamerplanten dan voorgaande jaren. We zitten bijvoorbeeld in de maand juli, hebben we bijna net zoveel kamerplanten verkocht als in januari. Januari is echt de kamerplantentijd. Mm-hmm. Dus ja, daar speel je op in door gewoon meer planten te kopen, breder assortiment, maar ook proberen inspirerend te zijn. Dus meer thema's uitwerken in de winkel. Maar voor de rest,
Kijk, we hebben enerzijds groen. Anderzijds is een tuincentrum tegenwoordig een belangrijke partij in accessoires, woonaccessoires, kerst en zo. En dat proberen we natuurlijk ook aan te vullen, zeg maar. Mm-hmm. Maar door de corona, door de beperkte inkoopmogelijkheden in het Verre Oosten, is dat wel een uitdaging. Ja. Het is ietsjes moeilijker om nieuwe dingen te vinden op het moment. En hoe ga je daar dan nu mee om? Want ik kan me best wel voorstellen dat er heel veel mensen zijn die tegen dit probleem aanlopen. Ook als je bijvoorbeeld een woononderneming hebt en je haalt je banken bijvoorbeeld uit Italië. Dat is ook een lastige periode geweest. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, onze handel in het algemeen komt vooral uit het Verre Oosten. En dan heb je China was redelijk snel weer op de rit. India, daar komt ook veel vandaan. Het is ietsjes moeilijker. Mm-hmm. Wij als BTC Retail kopen ook zelf in het Verre Oosten. En dan is het lastig, omdat we ook niet naar die beurzen konden. En wat we nu doen is we kijken meer naar... We kopen meer bij bestaande relaties. We laten meer samples opsturen. En sommige dingen kopen we op papier. Ja. Het assortiment wordt daardoor ietsjes smaller als men van ons gewend is. Dus eigenlijk is er de behoefte om meer te vernieuwen. Mm-hmm. Maar dat is een lastige. Ja. En de beurzen, de Spoga, maar ook Parijs. En heel veel beurzen zijn niet doorgegaan of gaan niet door. Mm-hmm. Dus dat is lastig. Ja. En wat wij ook doen is... we letten iets meer op collega's. Dus als we bij andere tuincentra komen en misschien leuke handel. Ja, overal hangt een barcode aan. Dus je hebt zo ontdekt waar het product is. Of je vraagt het een collega. We hebben een hele open branche. Dus bijna geen geheimen voor elkaar. Dus zo ontdek je ook weer hier en daar weer wat nieuwe dingen. Of wat leuke handel is. Wat ik ook nog wel heel interessant vind. Is om te weten. Doen jullie bijvoorbeeld nu ook. Hebben jullie meer focus op online bijvoorbeeld? Doen jullie daar nu meer dan dat jullie voorheen deden? Kijk, je kunt niet van de een op de andere dag in één keer online gaan vlammen. Enkele vestigingen van ons die hebben het wel hebben geprobeerd om een beperkt assortiment online en ook mensen lokaal te gaan bezorgen en de telefonische bestelling. Mm-hmm. Maar dat is toch lastig. En als je het op die manier kleinschaliger doet, dan kost het meer als dat het oplevert. Mm-hmm. En dan daar waren we ook redelijk snel achter dat dat ook niet de methode is. Kijk, als branche hebben we best wel geluk. We hebben de tuincentra zijn tegenwoordig meer dagjes uit. Mm-hmm. De recreatieve functie, het restaurant is veel belangrijker geworden. Daarnaast hebben wij planten. En planten zijn lastiger te bestellen of te verzenden. En iedere plant is toch weer anders dan de andere. Dus de enige producten waar wij echt online concurrentie van vinden zijn de merkproducten. Weber, Gardena en sommige merksfeerproducten. Dus we hebben het geluk dat we wat dat betreft redelijk veilig zitten qua tuincentrumbranche. Als alles makkelijk online te bestellen was, dan denk ik dat wij het niet zo'n superjaar hadden gehad als dat we nu hebben. Dus eigenlijk kun je zeggen wel dat ondanks corona, of misschien zelfs dankzij corona, dat jullie wat dat betreft in omzet daar wel ook de vruchten van plukken, gelukkig. Oh, nee, absoluut, absoluut. Nou, ik denk dat onze branche in zijn geheel, van groot naar klein, 25% plus 25% geplust heeft over het hele jaar tot nu toe. Ja, prachtig. Ja, dat zijn cijfers die... Die zie je graag, denk ik, toch? Ja, absoluut. Ja, te gek. Ja. Want even terugkomen op wat je net al aangaf, hè, dat de consument dat een dagje naar het tuincentrum, dat letterlijk een dagje uit is geworden. Ja. En ik kan me ook voorstellen, jullie hebben hier een prachtig pand en het staat er nog niet zo heel lang, dat jullie ook daar best wel de focus op hebben. Van, hè, dat je een stukje beleving meegeeft aan je producten, maar ook aan het bezoek. Zijn er dingen waarvan je denkt van nou, dat hebben we heel goed gedaan of daar hebben we, dat is bijzonder hoe we daar op die manier over hebben nagedacht? Ja, maar dat geldt meer een beetje algemeen. Mm-hmm. Van kijk, hoe meer beleving, hoe meer inspiratie, hoe meer dingen voor de kinderen, voor de ouders, voor de opa's, oma's, restaurant hier en daar, hoe leuker een bezoekje aan het tuincentrum is. Maar in de coronatijd hebben er niet zoveel aan gehad, want de klant voelde zich, zeker in de grote tuincentra, en mijn tuincentrum is middelgroot groot, mm-hmm. voelde zich helemaal niet zo veilig, omdat het zo druk was. De restaurants moesten dicht, dus vooral de eerste maanden was het run shoppen.
Dus weinig meer run, weinig fun shoppen. Mm-hmm. Dus in het kader van corona... Niet echt. Nee. En nu mag het allemaal weer. Hè? Ik bedoel, ja. De horecagelegenheden mogen weer open. Bij jullie denk ik niet anders. Ja. Zie je ook dat mensen voorzichtiger zijn? Dat er anders omgegaan wordt met die gelegenheden? Of valt het mee? Ja. Kijk, we hebben onze regels. En daar proberen wij... Of daar houden wij ons aan. En dan mm-hmm. proberen wij ook te stimuleren bij de klanten. En... maar we merkten wel dat mensen echt wel weer behoefte hadden aan een dagje uit in ons tuincentrum. In het begin kwam het rustig op gang, maar nu is het vertrouwen weer zodanig dat we ons bijna weer zorgen moeten maken. Heb je nog een laatste woord voor andere ondernemers die struggelen misschien wel in deze tijd, misschien wel in de tuinbranche, kan ik me voorstellen dat het eigenlijk allemaal best wel redelijk oké gaat. Maar stel je bijvoorbeeld bent een modeondernemer of je hebt een schoenenwinkel. In de binnensteden is het natuurlijk een stuk rustiger en daar hebben we echt wel een grote min gezien. Heb je nog een soort van gouden tip over hoe je deze tijd doorkomt, wat je kunt doen? Ja, vind ik een hele lastige. Want we hebben totaal verschillende branches wat dat betreft. En het grote verschil is dat wij toevallig bij de Happy Few horen die het alleen maar beter hebben gedaan. Mm-hmm. Dus dan vind ik het ook een beetje... Ja, voelt niet helemaal lekker. Nee, niet helemaal oké om dan als de mazzelpik eventjes collega retailers te wijzen van... Hey, dit en dit moet je doen. Want we hebben het totaal anders. We hebben de mazzel dat we dat de concurrentie van online niet zo'n grote impact op onze branche heeft. Mm-hmm. En dat we gewoon... booming business hebben gehad de afgelopen maanden. Kijk, het is lokaal is natuurlijk een stukje gunnen. En ook gunnen naar die verkoper en zo. Ja. Maar ik denk dat het vooral ook zoek is in een onderscheidend assortiment. Ja. Of in ieder geval in de handel waarbij de prijsverschillen niet zo groot zijn. Want men is echt wel bereid om iets meer te betalen in de fysieke winkels. Maar het moet geen grote bedragen zijn. Kijk, 100 euro is al veel. Mm-hmm. Dat is het zeker. Nee, maar ik denk dat dat op zich iets moois kan zijn. Om die klant loyaal wilt houden, zorg er dan ook voor dat diegene iets heeft om bij jou te blijven kopen. Ja. En dat zit hem vooral in assortiment. Dat zit hem vooral in... kijk, je hoeft niet altijd mee te gaan in overal alle sales en zo. Maar zorg er in ieder geval voor dat je onderscheidend bent. En dat mensen iets vinden bij jou wat ze ergens anders niet vinden. Dat je het anders presenteert, dat je er extra's bij geeft. En dat hoeft echt niet in de vorm van korting, maar juist in de vorm van beleving. Ik ben het er helemaal mee eens. Maar wij als branche hebben natuurlijk meters, dus wij kunnen vlammen. Wij kunnen laten zien wat we willen, kunnen beleving creëren. Mm-hmm. En wij hebben minder merkproducten. Ja. Dus voor ons is dat echt gewoon een gouden regel. Als je het op die manier doet en onderscheidt, dan komt het helemaal goed. Mm-hmm. En de modebranche is natuurlijk een ander verhaal. Hè? Ja. En je bent toch vaak aangewezen op merkartikelen? Of misschien... Ik kan me ook voorstellen. Ik heb in deze week zit er in de talkshow ook een dame. Die is eigenaresse van Live Stores. Dat is een winkel in Utrecht. En zij werkt met allemaal Nederlandse ontwerpers. Dus de stukken die daar hangen zijn ofwel uniek. Of er wordt een hele kleine oplage in collectievorm van gemaakt. Maar ik kan me ook voorstellen als je bijvoorbeeld een standaard collectie aankoopt die merkgerelateerd is. Maar dat je vervolgens ook je collectie aanvult met items die uniek zijn. In de vorm van Nederlandse designers. Dan vind ik ook, ik vind dat ook een mooie, een duurzame helemaal. Boodschap. En dan toch, er zijn altijd manieren, denk ik, waarop je... ofwel de samenwerking, stel je hebt een modewinkel, je kunt altijd de samenwerking aangaan met andere retailers. Wees daar niet bang voor. Stel bijvoorbeeld dat jullie bijvoorbeeld een samenwerking hebben met een modewinkel waar een hele plantenafdeling, een mini plantenafdeling wordt met kamerplantjes en dat soort dingen. Ik kan me best wel voorstellen dat als je alleen online koopt, als je het in je eigen productrange houdt, dat het inderdaad best wel opmerkt. Niveau lastig is om met online te concurreren en met prijzen die daar gevoerd worden. Maar als je er dus voor zorgt dat je meerdere items naar je winkel toetrekt die bij jou passen, want dat is natuurlijk wel belangrijk, moet wel bij je concept passen en bij je merk en bij wie jij bent. Maar als dat zo is, dan creëer je echt een soort kleine community. Ik denk dat de toekomst is. Ja, ben ik het wel mee eens. Kijk, en ook op het gebied van
Kijk, we hebben het geluk dat we dan niet helemaal afhankelijk zijn van merkproducten. Maar mm-hmm. wij als B2C-groep proberen ook zoveel mogelijk onze eigen collectie te maken. Dat we ook minder afhankelijk zijn van in de sfeerartikelen. Dus in de woninginrichting heb je best veel merken. Mm-hmm. Kleine merken, grote merken, Rivière Maison, Riverdale, maakt niet uit. Zo. En dan, we proberen eigenlijk onze eigen collectie in het Verre Oosten te maken. Te gek. En ja, zo zijn we ook onafhankelijk wat dat betreft. Of ja. minder afhankelijk. En ja, de producten die zijn nagenoeg hetzelfde, alleen een stukje goedkoper. Ja, en eigenlijk hoor ik je gewoon zeggen, ik denk dat dat voor alle branches geldt. Of je nou een tuincentrum hebt, of je hebt een modewinkel of een schoenenwinkel. Dat als je ervoor zorgt dat jouw collectie uniek is, en dan wel voor jou gemaakt, dan wel zodanig samengesteld dat het uniek is en nergens anders in ieder geval op die manier tentoongesteld wordt of verkrijgbaar is. Ja. Dat je dan ook je klanten blijft verrassen en dat ze daardoor gewoon bij jou blijven komen. Dat je het op die manier verrassend blijft en inspirerend blijft voor je klant. En ja. dat het de moeite waard blijft om te komen. Ja, en als je dan bijvoorbeeld over het groen is dit jaar ook echt wel een probleem geweest. Net in een periode dat heel veel kwekers producten gingen opzetten, mm-hmm. kwam die corona. Dus heel veel kwekers die hebben de helft van de productie, of de productie gehalveerd. Gewoon uit de angst van, voor de prijzen, ja. voor de markt. Terwijl de verkoop zo ging. Ja. Dus het is echt een uitdaging geweest om de handel bij elkaar te krijgen. En dus daar zijn we ook gewoon 24/7 mee bezig geweest. Om die planten, de mooie producten waar de klant op vroeg, in de winkel te krijgen. Mm-hmm. Dat is gelukkig door al die relaties met de kwekers die we de afgelopen 20, 30 jaar hebben opgebouwd. Is het allemaal goed gelukt. Maar het was wel een sport. Ja, dat geloof ik. Dus ja, daar zijn we heel druk mee bezig geweest. Dus ook qua inkoop hebben jullie, spelen jullie daar dusdanig op in dat jullie, dat is natuurlijk ook investeren. Hè? Ja. En wat je al zegt, dat is 20, 30 jaar investeren. En dat plekje heb je nu in deze tijd waarin het heel spannend werd, heb je daar de vruchten van geplukt. Absoluut. Maar ik denk ook dat je dat ook daar wel een nieuw businessmodel zit. Of een businessmodel niet. Een nieuwe manier van werken zit. Dat je die lijntjes met je inkopen, dat een heel andere relatie wordt. Klopt helemaal. We hebben al andere jaren, door die corona zijn we wel bewust geworden van oké, die relaties met die kwekers, die zijn nog veel belangrijker als dat we zelf eigenlijk beseften. We waren er al heel zuinig op. Maar nu, door deze situatie, zijn we wel bewust dat we nog meer vooruit moeten gaan denken. Ja, klinkt heel logisch. Ja. Maar inderdaad, het is wel. Jullie hebben daarin in geïnvesteerd en stonden er klaar voor. Ja. Maar er zullen ook mensen zijn die wat dat betreft misschien een beetje de boot hebben gemist. Ja. Omdat daar in de jaren niet in is geïnvesteerd. Klopt. Ik ga jou enorm danken voor je tijd en voor je medewerking en voor je verhaal. Ik hoop dat het andere mensen helpt of inspireert of in ieder geval aan het denken zet. Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes in de komende periode. Maar volgens mij, ik hoop dat het zo goed blijft gaan als dat het nu gaat. Daar zijn we niet bang voor. Zolang we open mogen blijven, hoeven we ons denk ik nergens zorgen om te maken. Nou, laten we dat ook. Dankjewel. Alsjeblieft.